allemaal. Wij hebben groot nieuws. Honeylicious en ik gaan namelijk ons eigen platenlabel beginnen. Wat gaaf! Cool. Dat is geweldig. Ja, je kijkt nu naar twee CEQ's. Chief Executive Queens. Met Honeylicious haar zieke skills achter de draaitafel en mijn muziekmiskennis gaan we de hitlijsten rocken. Candylicious, net de Bibi die we wilden spreken. Royal B en ik gaan een feest geven voor ons nieuwe platenlabel en doen dat graag hier bij de Bibi Diner. Geen probleem. Ik hou van feestjes. Hey, Alt Girl is in the house. Zij maakt de beste boba thee. Oeh, jullie kunnen samen voor het feest werken. Wacht, ik en Alt Girl met elkaar werken? Ik denk dat dat... Helemaal goed komt, want Alt Girl is super cool. Kom op, laten we haar het goede nieuws vertellen. Ja, yes, Lone Star. Je hip-hop country remix track wordt echt helemaal fusion. Spreek je later. Ah! Hey girl, wat is er? Het is Alt Girl. Ik word echt helemaal gek van haar. Ik bedoel, ze is zo sarcastisch. Ze neemt dingen totaal niet serieus. En ik weet niet hoe ik met haar moet praten. Ja, jullie zijn heel anders. Maar jij hebt altijd een positieve kijk op dingen. Alt Girl heeft vast een eigenschap die je wel leuk vindt. Ze heeft wel een geweldige stem. Ik zit te denken, misschien zou ze minder sarcastisch zijn als ze zichzelf kon uitdrukken met muziek. Zou kunnen. Wat als je dat bij haar aanmoedigt? Het zou jullie twee kunnen helpen. Bedankt, Honeylicious. Een queen kan altijd op jou rekenen voor goed advies. Graag gedaan. En mocht Alt Girl klaar zijn voor haar grote doorbraak, Royal B en ik zoeken een nieuw talent voor ons platenlabel. Echt? Zou je haar aannemen? Natuurlijk, maar ze is misschien een beetje te geïntimideerd om voor ons te zingen. Wie niet? Maar misschien als ik met haar praat. Wat vind jij? Een honingbij op al onze platen. Oeh, ik ben aan voor dat idee. Oeh, verstaperingen. Ziet er heerlijk uit. Oh, dat is mijn ringtoon. Echt zo'n liedje die je meteen mee wilt zingen, hè? Toch, Alt Girl? Ja, super toffe track. Rockaboy en Punk Girl hebben er echt een vet nummer van gemaakt. Is alles klaar? Al het eten en drinken? En de versieringen? Ook klaar? 100%. Hoe zit het met de muziek? Let's go. Spin around, it's supersonic. Got that style so iconic. Gonna put the remix on it. Click, pose. We make a scene and rock the look. We bring the bass and killer hooks. We work crowd and we don't shout. Woohoo! Jij bent echt een rock queen, Alt Girl. Ja, zeker wel. Hoe zou je het vinden om de eerste act te zijn die we toevoegen aan ons nieuwe label? Super cool dat jullie me vragen, girls. Maar ik sta op het punt om een café te openen in het winkelcentrum. En ik wil kijken waar dat naartoe gaat. Echt waar? Nou, volg je hart, queen. Hoe zie ik eruit? Voilà, je bent een waar meesterwerk. Maar je schoonheidsreis eindigt niet hier. Neonlicious gaat je helpen met een spetterende nieuwe outfit die iedereen van hun sokken zal blazen. Zelfs de jouwe. Wauw, hey Neonlicious. Oké, wie is er dan? Welkom bij de Bibi Boutique. Ben je klaar voor een Neonlicious makeover? Oh, nou dat kun je wel zeggen, queen. Ja, Honeylicious, eindelijk. Eindelijk is het ons gelukt. Onze eigen opnamestudio. Bedankt dat je wilde helpen, MC Swag. Dit is allemaal tweedehands, maar vintage audioapparatuur rockt. Ik ben echt gek op knoppen. Komt goed, ik regel de techniek wel. Er is niemand zo goed met techniek als jij, Honeylicious. Ik weet zeker dat het wel goed komt. Het opzetten kost nog wat tijd. Maar we hebben die opnamestudio in een mum van tijd draaiende. Ik bedoel, Honeylicious dan. Oh, het is dus ook jouw opnamestudio? Absoluut. We zijn al de hele dag bezig met inrichten en opzetten. Mag ik om een gunst vragen? Ik krijg uitzendtijd op het omroepsysteem van het winkelcentrum. Zouden jullie vandaag een promo willen opnemen voor de salon? Het zou fantastisch zijn als het professioneel zou klinken. Mijn salon heeft een boost nodig. Ik geloof dat we zelfs een directe verbinding hebben met het omroepsysteem van het winkelcentrum. MC Swag,
Kun je daaronder kruipen om te kijken of die stickerdoos aanstaat? Hey, Honeylicious. Ik denk dat ik ons eerste project heb. We gaan een kleine promo opnemen voor Lady Braids en de salon. Top! Ik moet alleen nog een paar dingetjes werkende krijgen. Maar we kunnen vast binnenkort opnemen. Yep, alles staat aan. Blijkbaar moet ik nog een paar andere dingetjes uitzoeken. Staat de andere schakelaar aan, MC? Ik ga kijken. Ik geloof dat alles werkt. De microfoon is verbonden met de booth. We kunnen de opname van Lady Braids niet doen zo. Het is gewoon onmogelijk. Ik zal het er zeggen. Maar ik haat het om een vriend teleur te stellen. Lady Braids stylt top kapsels in haar salon. Waanzinnig. Lady Braids stylt haar zoals een goochelaar trucs doet. Nou en of. En als je er geweldig uit wil zien, zij kan alles vlechten. Niemand vlecht beter. Kijk maar naar het haar van Sunset. Yep, Lady Braids verdient als geen ander haar geweldige reputatie. Hey, staat er nou een lange rij voor de salon? Dank jullie wel. Echt super bedankt. Jullie zijn de beste. Geen probleem. Graag gedaan. Heel graag. Ha 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 ha!